Er is een moordende concurrentie in het A-segment, dat weten we allemaal. Maar Hyundai heeft daar een ideale oplossing voor. Het lang verwachte nieuwe stadswagentje, de i10. Het is ontworpen hier in Duitsland en het wordt door Europa geproduceerd voor Europa. De i10 is een klein wagentje, maar als we het over rijkwaliteit en rijkcapaciteit hebben, dan is hij groot. Niet waar, William? Wel, de i10 speelt eigenlijk in het zogenaamde A-segment, maar als je er goed over nadenkt, dan hoort hij ook een beetje thuis in het veel grotere B-segment. Dat zie je aan zijn buitenafmetingen, maar ook aan de rijdynamiek. Ik geef één klein voorbeeldje. De i10 is merkelijk stiller dan al zijn concurrenten uit de hogere segmenten. En dat is toch wel een belangrijk pluspunt. Uiteraard, de buitenkant die moet mooi zijn, maar de binnenkant die mogen we absoluut niet vergeten. Wel, voor de binnenkant hebben we ons geconcentreerd op enerzijds een leuk design. We hebben 4 verschillende interieurkleuren en daarnaast natuurlijk een zeer grote functionaliteit. Er is plaats voor 5 mensen in de i10 en de grootste koffer in zijn segment.